Ze was er al voor gewaarschuwd: de huidige villa van 2,2 miljoen euro die Maxime Meiland en haar gezin bewonen is ontzettend boven hun stand. Haar tophypotheek is gebaseerd op de inkomsten uit Chateau Meiland, maar als Martine en Erika geen zin meer hebben, kan Maxime ergens achter de kassa gaan zitten. Of alsnog de datingindustrie in. Maxime heeft nu besloten om haar villa te koop te zetten, omdat ze verdrinkt in de maandlasten. Maar wat betaalt ze dan precies? Aaron Bade heeft het laten doorrekenen door de redactie van RTL Boulevard. Dit huis is in plaats van wijnen, wijnen wijnen meer stoken, stoken, stoken. Die niet geïsoleerde jaren twintig villa is niet warm te krijgen, al dus Aaron. Ze noemen het in makelaarstermen, dit huis heeft natuurlijke ventilatie. Dat wil zeggen, het tocht er altijd. Ze gaan een heel dure winter tegemoet. We hebben het uitgerekend, de maandelijkse lasten zijn 14.000 euro. Hoe, per maand? Ja, dat is inderdaad wel heel erg boven maxime-stand. Als je het hebt over de hypotheek, want ze heeft een hypotheek van 2,2 miljoen euro hierop laten vestigen, en de energierekening. Die is ons etend en een blok aan haar been. Ik denk echt dat ze wel een beetje in de rat zit en ze hier wel echt van af moet. TV-makelaar Alex van Keulen vreest echter dat Maxime dit niet makkelijk verkocht krijgt. Een woning met energielabel G. Er staan ook woningen te koop met hetzelfde bedrag, maar dan energielabel A. Ja, G staat voor god. Dat betekent stoken, stoken en nog eens stoken. In zo'n woning muurisolatie aanbrengen, dat loopt zo ontzettend in de papieren. Hoeveel kost het om die villa een beetje te isoleren? Dan moet je echt denken aan meer dan 100.000 euro om dat te herstellen. Ik wens ze heel veel succes, maar ik heb zo het idee dat die woning nog wel even te koop blijft staan. Luke Ikink, de grote ster van Boulevard, maakt zich zorgen. Ik denk niet dat wat je nu allemaal uitspreekt wordt uitgeverijetikt voor op funda, want hoe kom je daarvan af? Erin, ja, dat zegt Alex, dat is wel een ding. Dit krijg je niet zomaar verkocht, want het is niet zo'n positief PR-praatje wat wij hier nu ook houden. Wat een misser van Maxime vindt Erin. Dit huis is gewoon een veel te grote broek die ze heeft aangetrokken. Ook de energielasten, ze heeft er niks aan gerenoveerd. Er zit geen isolatie aan, helemaal niks. Er zit helemaal geen winst in, waarmee je weer met een leuk, nieuw potje naar een nieuw huis kan gaan. Hij vervolgt, het was haar droomhuis, maar ik denk wel dat ze te veel heeft gedroomd en dat de familie ook heeft gezegd van, yo, doe lekker wat je wil, maar dat er heel veel stress is binnen dat gezin. Twee kinderen, hè? Ze kan niet eens even normaal uit eten. Dat geeft veel stress. Nou ja, er zijn wel ergere dingen trouwens.